Af en toe maak ik een screenshot, en die stuur ik dan naar mensen, vertelde Tamara Albas in de podcast. Maria Tijor, bekend van de Rio Housewives of Amsterdam Apostrof, haakte daarop in. Waarom zie je er zo uit? Het is niet nodig om er zo uit te zien toch? Ik ben misschien een beetje een karikatuur, maar ik zie er wel representatief uit. En Seppie Hilbrand ziet eruit alsof ze al twintig jaar geleden is gestorven en aan het ontbinden is. Ik kan er niks beters van maken. Onder andere Nimbakim en Richard Groenewijk konden hun oren niet geloven toen ze hoorden wat er werd gezegd over Seppi Hilbrand. Dit is niet oké. Okay. Het is kinderachtig en laag, zei hem. Richard Groenewijk noemde het ontzettend onaardig en onnodig. Wat de nare vrouwen zeg. Ondanks de kritiek besloot Seppi Hilbrand om te Mara Elbas en Maria Tayoar te nodigen in Seppi en Jeroen. Ze leerde ons dat ze zogenaamd niet gekwetst is. Ik ben even naar de dood ontsnapt om hier te zijn, grap ze zelfs tegenover de twee. Elbas noemt haar uitspraken niet handig ik snap nu, als ik het terugkijk, dat het best wel onaardig is overgekomen. Ik kreeg zelf ook honderden berichten per dag over mijn uiterlijk. Ik ga er gemakshalve vanuit dat iemand anders er ook zo in staat. Maria Tayo heeft ook wat te melden. Ik vond achteraf dat we eigenlijk gewoon een fout hadden gemaakt, vertelt ze. Wij hebben hier ook over gesproken en ik heb ook gezegd, ik weet niet of het nu de bedoeling is dat wij een vrouw afvallen. We roofden elkaar graag. Maar ik vind dat we de fout in zijn gegaan dat we het over een andere vrouw hebben gehad.